Meneer Wollans zal een vraag stellen over Engie. Alsjeblieft, collega's. Collega's. Meneer de eerste minister, de kersverse Engie-deal waar uw regering zo trots op was, laat ondertussen haar ware gelaat zien. Lazard, de zakenbank, berekende dat er zo'n 1,5 miljard euro van de belastingbetaler naar Engie zal moeten vloeien omwille van te lage energieprijzen. En dat is behoorlijk relatief, want we betalen op dit moment nog altijd een pak meer dan voor de energiecrisis. Blijkbaar rekende de regering erop dat de energieprijzen nog heel lang heel hoog zouden blijven. En wat een immens verschil met de verlenging van doel 1 en 2. Daarvoor moest Engie 200 miljoen euro betalen om die te kunnen openhouden. En daar zeiden partijen in uw regering van, zoals Vooruit en Groen, dat dat een geschenk was voor Engie. Een miljoenen cadeau. Wel nu, er gaan nu miljarden in de andere richting. Die deal had een gouden deal kunnen zijn, maar u hebt ellenlange vertragingsmanoeuvres en gekibbel moeten ondergaan om uiteindelijk daar een lode deal van te maken. En dan moet u niet naar de N-VA wijzen. U hebt er helemaal zelf voor gekozen om dat dossier jarenlang stof te laten vergaren. U hebt er zelf voor gekozen om u te laten gijzelen door uw groene coalitiepartner. U hebt zelf gekozen om maar te verlengen voor 10 jaar wat de kosten opdrijft. En u heeft dus zelf gekozen om u in de slechtst mogelijke positie te zetten met het slechtst mogelijke resultaat. En wie is daar de dupe van? De belastingbetaler. Meneer de eerste minister, ik kom tot mijn vragen. 1. Hoe denkt u deze deal nog eindelijk te kunnen rechttrekken? 2. Hoe evalueert u zelf het traject dat deze regering heeft gelopen met de totstandkoming van deze deal? En tenslotte, op welke manier, waar gaat u de centen halen om dit te financieren? Meneer de premier. Meneer Wollans, u stelt zich graag voor als een energiespecialist. Op één zin is het duidelijk hoe gevoelig het ligt. U weet zeer goed dat de verlenging van doel 1 en doel 2 absoluut niets te maken heeft met de verlenging van doel 4 en tranche 3. Dat is qua veiligheidsmaatregelen, qua investeringen die moesten genomen worden, een totaal andere wereld. Iedereen die het dossier een beetje kent, weet dat het niets, maar absoluut niets met elkaar te maken heeft. Niets met elkaar te maken heeft. Meneer Wollans, wie niets doet, die heeft gemakkelijk kritiek geven. Wie niets gedaan heeft om de verlenging van de nucleaire capaciteit voor te bereiden. Niets heeft u gedaan om de verlenging van de nucleaire capaciteit voor te bereiden. En dan komt hij hier opeens een lesje geven. En te vertellen op welke manier u dat zou gedaan hebben. Deze regering is de eerste regering die eindelijk een samenhangende energiestrategie uitgewerkt heeft. Die er eindelijk voor gezorgd heeft. Ik heb dat nogal gezegd, het moet duidelijk pijn doen, anders zou je niet zo reageren. Mocht het geen pijn doen, dan zou je waarschijnlijk in alle rust luisteren. Maar het is moeilijk om in alle rust te luisteren voor u. Een samenhangende energiestrategie waar je en maximaal inzet op hernieuwbare energie, maximaal uitbreiding van onze capaciteit in de Noordzee en waar je ervoor zorgt om versneld af te kunnen van fossiele brandstof, een verlenging van 2 van de meest recente centrales. Dat is een samenhangende strategie. Ja, dat is een onderhandeling met Engie die inderdaad geen eenvoudige onderhandeling was, maar waar wij tot een evenwichtig akkoord gekomen zijn gebaseerd op een mechanisme die de Europese Commissie ook voorstelt, namelijk het systeem van een contract for difference. Dat wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie. Zij zal haar oordeel daarover geven. Wij hebben ervoor gezorgd dat je versneld af
af kan van fossiele brandstof. Dat is het beleid van deze regering geweest. U heeft daar heel veel over gepalaverd. U heeft de mogelijkheid gehad om doel 4 en tranche 3 te verlengen. U hebt gekozen om dat niet te doen. U hebt gekozen om dat niet te doen. En dan komt u hier nu het vingertje opsteken ten opzichte van partijen die wel hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Kritiek geven als je niet gedaan hebt, dat is gewoon. Meneer Wallans. Meneer de premier, u stelt zich af en toe voor als een goed huisvader. U stelt zich af en toe voor als de premier van dit land die verstandige beslissingen neemt, maar niks is minder waar. U heeft ervoor gekozen om uzelf te laten gijzelen en geen stappen vooruit te zetten. U heeft gezegd dat is niet nodig. U zegt dat u de regering bent die versneld afgaat van fossiele brandstoffen. U bent degene die 2 nieuwe gascentrales laat bouwen. U zegt dat de N-VA nooit werk heeft gemaakt van een nucleaire verlenging. U heeft die als minister in de vorige regering zelf geblokkeerd. Het was de anti-nucleaire VLD die zijn kop er heeft voorgelegd. Dus als u nu zegt dat het allemaal de schuld is van de N-VA en dat de diepe putten die u graaft de schuld zijn van de N-VA, dan had u maar met de N-VA in zee moeten gaan en resultaten moeten boeken wat u niet wilde doen. U koos voor een linkse regering, u kreeg een linkse regering en u kreeg geen resultaat.